Goedemorgen, ik ben Sean, verkoopsadviseur bij D-Care en ik ga vandaag iets meer vertellen over onze Carthago's. De opbouwtechniek van de wanden is eigenlijk afkomstig uit de vliegtuigindustrie. Dus waar ze de zijwand en de bovenwand ook de onderkant gaan samenbrengen, gaan ze extra steunbalken toevoegen voor de versteviging van het chassis en ook minder torsie. Deze stukken worden volledig verlijmd. Dit zorgt ervoor dat dit iets lichter is in opbouw, maar ook dat er minder koubruggen voorkomen. En nu ga ik iets meer zeggen over de materialen die gebruikt zijn bij de opbouw. Als we naar het dak van Carthago gaan kijken, bestaat deze uit GFK. GFK is een mengeling tussen glasvezel en polyester en dit gaat er eigenlijk voor zorgen dat het dak hagel- en stormbestendig is. Verder, als we gaan kijken naar de wanden, zijn deze opgebouwd zowel langs de binnen- als de buitenkant van aluminium. Dit gaat er en mooi uitzien en dit heeft heel goede thermische waarden. Dus voor de verwarming naar de winter toe, maar ook met het zeer warme temperaturen in de zomer. Verder, als we gaan kijken naar de garageruimtes van Carthago, zijn deze altijd heel ruim. Nu, hoe geraken ze hier eigenlijk aan? Zoals je ziet langs de binnenkant is hier een verlaging in de garage. Dit doen ze eigenlijk bij de opbouw bij Alco, bij het chassis, waardoor dat we iets meer hoogte kunnen creëren in de garage voor bijvoorbeeld fietsen of scooters te kunnen meenemen. Verder staat Carthago gekend voor zijn vele opslagruimtes. Omdat ze met een Alco chassis werken met een dubbele bodem, kunnen ze hierdoor heel veel vakken creëren om zaken in te laden. Hier is een voorbeeld langs de linkerkant van de deur, waar men bijvoorbeeld kleiner materiaal kan inladen, zoals uw keggen of uw kabels. Verder aan de rechterkant van de deur hebben we hier ook een extra luik. Wat het handig is aan dit luik, is als je aan de binnenkant van het voertuig gaat en je heft de zetel omhoog, kun je hier eigenlijk makkelijk aan. Dus je kunt langs buiten laden en langs binnen lossen. Verder gaan we kijken naar de opbergruimtes binnenin het voertuig. Hier in het midden voor ons heb ik een heel diep luik van 48 cm waar je bijvoorbeeld grote drinkenbakken of kratten wijn kunt in wegspelen. De wielbasis van elk model wordt afgestemd op de lengte van het voertuig. Hier gaat Carthago dus zeker goed op letten. Dit gaat ervoor zorgen dat de asbelasting beter verdeeld is en dat het voertuig ook beter op de weg zal liggen. Ook gaan ze kijken bij het opbouwen van het voertuig dat er koude stoppen worden geplaatst op de koubruggen. Dit gaat ervoor zorgen dat de kou minder snel zal binnenkomen. Zoals eerder gezegd spreken we hier ook over een dubbele bodem, dus dit voertuig is zeker en vast wintergeschikt. Nu gaan we het hebben over het designaspect van Carthago. Aan de voorkant van het voertuig kun je zien dat ze gebruik maken van het V-face design. Hier ga je zien dat dit een zeer moderne uitstraling geeft. Designmatig kunnen we bij Carthago ook uit twee verschillende kleuren kiezen indien we iets hoger in het segment gaan. We hebben de crème witte kleur, maar we hebben ook de Silverline exterior. Dit is een heel bekende kleur bij Carthago. Ook tussen de verschillende series en de reeksen wordt de designstriping aan de zijkant van het voertuig aangepast. Bij Carthago gaat men ook kijken naar de stroomleiding van het voertuig. Hierbij ga je merken dat alle deuren, luiken en ook garagedeuren verdoken scharnieren hebben. Dit gaat een veel elegantere look langs de buitenkant hebben. Door de verhoogde zitpositie, naar beneden getrokken voorruit en de stijl afhellende dashboard ga je een zeer goed zicht op de baan krijgen voor u, zelfs met de grotere modellen van Carthago. Nu gaan we ook even kijken naar de kwaliteit van opbouw binnenin een Carthago. Hier een voorbeeld van de scharnieren en de veren in de kasten. Dit gaat ervoor zorgen dat de kasten veel beter worden afgedicht. Verder in de slaapkamer bij Carthago wordt er gebruik gemaakt van 7 zones schuimmatrassen. Dit zijn matrassen van zeer goede kwaliteit, wat er ook voor gaat zorgen dat je een zeer goede nachtrust gaat krijgen. Heel de Carthago wordt langs de binnenkant van de cabine ook volledig gelined met een microvezeldoek. Die kun je hier zien. Dit zorgt voor extra isolatie, maar is ook akoestisch dempend. Dus als je televisie wilt kijken of met elkaar praten, heb je van buitenaf minder geluid. Bij Carthago kun je ook kiezen uit een heel breed gamma. We kunnen beginnen bij de compact line, tot waar we nu in zitten, de Liner 4-2. Bij de Liner 4-2, zoals je ziet, hebben we van achter in de motorhome een volledige rondzithoek. Heel gezellig om mensen te ontvangen. Maar in de andere reeksen van Carthago worden ook de iets klassiekere indelingen aangeboden. Twin bedjes van achter, een centraal bed van achter, een L-zitje van voor of een gesplitste badkamer. Verder over de keuken van Carthago. Dit is natuurlijk anders per model, maar hier ga ik enkele voordelen laten zien. We hebben bijvoorbeeld een leuke barkast hier staan.
Verder hebben we een koffiezetapparaat waar we onze lekkere Nespresso kunnen klaarmaken. Ook hebben we centrale verhitting op de keukenkasten. Zoals je ziet gaat de kast nu niet open. Als ik op dit knopje hier druk, zullen alle kasten in de keuken open gaan. Verder aan de andere kant hebben we een zeer grote ijskast met een apart diepvriesvak. Hier hebben we ook de keuze gemaakt voor de Tech Tower, waarbij de oven boven het diepvries komt te zitten. Ook zijn bijna alle Carthago's uitgerust met een turboventilator boven de keuken, die gaat functioneren als dampkap. Hier staan we in een XL-uitvoering van Carthago. Hier gaan we zien dat we een gespitste badkamer hebben, dus we hebben het toilet hier apart samen met de douche. Hier hebben we zelfs een regenkop. De lavabo ook volledig apart geplaatst. En langs deze kant hebben we nog een zeer grote hangkast. Alle Carthago's met twinbedden komen uitgerust met twee grote hangkasten onder de bedden. Hier zie je dat één al open staat, maar ook aan de andere kant kun je deze openzetten. Carthago is niet enkel een premium camper omdat deze heel kwalitatief afgewerkt is, maar dit product kun je ook volledig samenstellen op maat. Bedankt voor het kijken. Als je interesse hebt in de verschillende modellen van Carthago, ben je altijd welkom in onze showroom in Geel.